Heb je een huisdier? Dan moet je zeker blijven kijken, want vandaag hebben we wel een hele bijzondere vraag. Eentje waar ik zelf nog nooit over na had gedacht. Monique, wat is je vraag? Nou, mijn hond heeft best wel wat jeuk. En ik vraag me af, zou die soms allergisch kunnen zijn? Nou, daar gaan we vandaag achter komen. Kom, we gaan op onderzoek uit. Hey Tom. Hey Naomi. Ik heb Monique meegenomen met een hele bijzondere vraag. Tom, ik zou wel eens willen weten, kunnen dieren allergisch zijn? Ze kunnen eigenlijk voor verschillende dingen allergisch zijn, zoals voeding of voor huisstofmijten, voorraadmijting, stuifmeel. En hoe kunnen baasjes er nou achter komen dat dieren allergisch zijn? Nou, meestal kom je erachter omdat je hond gewoon heel veel jeuk heeft. Dus krabt of likt of met zijn kop langs de bank of je meubels aan het schuren is. Wat je ook wel vaak ziet is dat door het krabben krijg je heel veel roodheid, maar kan je ook uiteindelijk ontstekingen creëren. Hoe komen dieren nou aan een allergie? Nou, allergie is eigenlijk een erfelijke aandoening, maar uiteindelijk op het moment dat de hond in een omgeving zit waar veel mijten bij wijze van spreken zitten en de populatie is groot, zouden ze uiteindelijk ook een allergie kunnen ontwikkelen. Wat kan een dierenarts daar nou aan doen? Nou, een dierenarts gaat voornamelijk als allereerst de hond onderzoeken. Kijken naar wat de allergie is en waar die last van heeft. Nou, uiteindelijk kan die een bloedonderzoek doen of een huidtest doen om te kijken welke allergenen naar voren komen. En vanuit zo'n onderzoek kan je een immunotherapie samenstellen. Immunotherapie? Wat houdt dat in? Immunotherapie is eigenlijk gewoon een therapie waarbij je de allergenen toedient waar de hond ook allergisch voor is. En op het moment dat je die toedient, verdwijnen daar uiteindelijk ook de symptomen en de jeuk. Sommige dierenartsen geven ook nog een symptomatische medicatie, daar onderdruk je de jeuk eigenlijk allemaal mee. En is immunotherapie nou veilig? Absoluut. Immunotherapie kent eigenlijk maar heel erg weinig bijwerkingen ten opzichte van symptomatische medicatie die toch wel wat bijwerkingen kunnen geven. Dus het is heel veilig in gebruik, ja. En hoe wordt immunotherapie gemaakt? Nou, dat is eigenlijk een heel uitgebreid proces. Op het moment dat er een dierenarts geweest is die zo'n test gedaan heeft, wordt bij ons op lab wordt die therapie in elkaar gesteld. We hebben 81 verschillende soorten allergenen. Dus uiteindelijk op het moment dat Sam zijn onderzoek krijgt, dus maken we speciaal voor Sam ook zijn therapie aan. Ik zag ook dat je het maar één keer per maand hoeft toe te dienen. Ja, klopt. Nou, dat is ontzettend handig. Is hiermee jouw vraag beantwoord? Ja, ik ben heel wat wijzer geworden. Dankjewel. Graag gedaan.